Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. You know... Hoi en welkom bij de Van Schijkjes. Ik ben Bianca. Ik ben Kimberly. En vandaag maken we een vlog over... Shein, shine. Want, tada! 2 pakketten. Ja. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat we de eerste bestelling hadden gedaan. En eigenlijk beviel dat zo goed. Hè? Dat ja, kijk maar, ik heb een setje aan. En toen dachten we van nou, we gaan een nieuwe bestelling doen. En deze is eigenlijk super snel binnen. Ik heb hem volgens mij vorige week besteld of zo. Ja. Echt binnen 10 dagen. Deze keer was die echt binnen 10 dagen. Terwijl de vorige keer duurde het een maand. Ja, dat was wel jammer, maar ja. We hebben het. En we zijn heel nieuwsgierig. Ja. Ik ga hem hier neerzetten. En dan gaat Kimberly gaat hem openmaken. Dus het is even... echt zwaar. Nou, we hebben natuurlijk al stiekem gekeken wat het was. Want we verwachten nog een pakketje. Ja. En daar gaan we. Dit waren er 2. Dit waren er 3. Oh, deze zit wel heel goed dicht. Dat hebben ze nog even gecheckt, denk ik. Ja, misschien is ze wel weer open gegaan. Het is de vorige keer. Deze ga ik echt niet open krijgen. Ik heb hem. En ik moet zeggen, we hadden de vorige keer hebben wat dingetjes teruggestuurd. En het geld stond er echt binnen een paar dagen stond het er al op. Voorzichtig. Zit vast. Het stond echt al een paar dagen binnen. Ze hebben het vastgemaakt. Ja, ze hebben het waarschijnlijk ook. Oh, het kleding. Nou, dit moet ik eerst. Oh, dit is mijn trui. Is dat jouw trui? Ja, die vind ik zo. Luister, we moeten nu wel zorgen dat we de tasjes bij elkaar houden. We hadden de vorige keer leuk alles uitgepakt. Dat is zo superleuk. Maar toen moest ik alles wat dan teruggaat, moest ik uitzoeken in welk tasjes moest. Ja. Dus ik zeg, dat doen we niet nog een keer. Nou, ik zal jullie wel even laten zien. Dit hebben wij dit allemaal. Dit is al onze spullen. Onze vondst. Onze... Ja, dus ik zet ze weer eventjes op de normale plek. Ja. Dan kunnen we alles gaan passen en laten zien. Oké. Okay. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer wat we besteld hebben. Maar jij hebt... Oh, je rugtas. Ga je die als eerste doen? Ja. Hier zie je hem al een beetje. Een tie-dye rugtas. Nee, een marmeren rugtas. Oh, marmeren. Oh, sorry. Lijkt geen. Ja, ik denk niet zoals die. Die kan je hem open doen. Aan deze kant. Deze, ik heb gewoon zin om alles open te zetten. Ja, dat wil ik ook. Ik ben ook echt heel, heel, heel benieuwd. Dit is een netje van papa. Oh, wat gaaf. Oh, hij is echt heel leuk. Oh, hij is stuk. Ja, hij is stuk. Nee, moet je gewoon nog vastmaken. Het is gewoon een hele leuke, schattige tas. Hij ruikt naar... Naar vis. Ik dacht al. Ik maakte hem open. Ja. Lekker. Nee, maar even. Hij ruikt wel een beetje. Moet je even zo meteen even gewoon een beetje... Ja, doe ik gewoon even parfum. Nou, dan mag jij nog een keer door, want deze was er al uitgevallen. Maar weet ja, die was er... Oeh, dit voelt raar, maar wel lekker. Moet je eens voelen. Een beetje gek, maar wel lekker. Het is weer een beetje hetzelfde net als dat t-shirt, maar hij is niet heel dik. En nee, ik heb een... Zit de capuchon aan. Het lijkt wel een beetje als je gaat karten. Daar heb je ook die ja, dat is een Finnish vlag. Oh, hij zit wel. En ook even vast. Ja. Nou, ga jij die passen? Ja, ik ga deze dan nu eventjes passen. Dus. Nou, ik heb het aan. Het past even niet bij mijn broekje, maar maakt niet uit. Nee, het is niet het zit heel lekker. Het is echt bloedheet, maar het zit lekker. Lekker spul is het, ja. En het is niet dik en het is lekker zacht. Dus. En je mouwen zijn ook goed, hè? Dus zo, ja. Zijn zelfs te groot, maar dat vind ik altijd lekker. Maar dat is inderdaad wel lekker. Ze kunnen beter iets te groot zijn dan te klein. Ik vind het altijd lekker als je zo hier de vingers toen net bovenuit komen. Vind ik fijn. Nou, ga jij altijd... Ja, even kijken wat ik ook alweer had, want ik heb eigenlijk geen flauw idee. Californië. En ik wil die is deze van wel. Mij. Deze weet ik zeker dat die van mij is. Ik heb leuke truien besteld. Ja, want de zomer is een beetje klaar. Het is nog wel heel warm. Oeh, kijk. Maar we kunnen beter aan trui op een shirt. Oh, het is niet zo'n hele dikke trui. Dat is wel lekker, want ik heb het er ook dit voelt heel raar. Oh, lekker. Ik vind het lekker. Ik ga deze passen. Oké, ik heb hem aan. California 87. Oh mijn god, ik heb ook iets van Californië gekocht. Ik heb 87? Nee, wel, ik heb wel iets met Californië. Dit staat holiday. Huh? Holiday. Oh, serieus?
Ik dacht echt dat er Californië op stond. Ja, okay, nee, staat Californië, maar dan in holiday. Ik vind hem wel heel leuk. Staat de kleur ook leuk? Ja. Vooral nu dat je bruin bent. Ja. Ik heb wel even mijn mouw omhoog, want het is echt wel heet. Moet je nagaan, ik sta hier gewoon in een hoodie, hè? Dus maar dit is ook een trui, hoor. En jouw is dus net zo dik als de mijne. Nou, deze gaat in mijn kast, want ik vind hem superleuk. Ja, ik ga toppie kijken wat ik nog meer heb. Ja, we gaan wel... We gaan even wat sneller, want ik heb bloed. Nee, helemaal niet. We gaan gewoon lekker op het gemakje. Hé, hey, je hebt er twee van Californië. Twee maten van, volgens mij. Had jij dat gedaan? Nee. Ja. Ik heb er twee, dus ik ga deze wel even kijken en passen. Ja, wat... Huh? Heb ik er dan misschien ook een besteld? Nee, toch? Hoop ik. Voor jou dan. Nee, dit is van jou. Nou, het is een hele leuke. Het is weer een beetje een kroptopje. Maar dat hij is echt heel leuk. Wat voor maat is dat? Ja, weet ik veel. Long. Moet je hier mij daarin kijken? Hoeveel dat er vanaf? Mag ik mee? Hier in, bij de capuchon staat. Hé, hey, we hebben er wat bij gekregen. Nee, dat hebben we er niet bij gekregen. Dat hebben we bij besteld. Oh. XS. Oh, dit is ook XS, hup. Dat is te veel. Nou, nee, oké, dan gaat deze sturen terug. We er één terug. Maar in ieder geval, we hebben nu een leuke... Hier staat wel Californië op. Ja. Ja, hier staat wel Californië. West Coast staat erop. Ah. Het is een crop top. Ach ja, boeien. En die ga ik dan nu eventjes passen. Daar is die. Ja, het is weer een crop top, maar maakt niet uit. Nee, er zit een pluisje hier zo. Draadje, oh, dat zat aan mijn haar. Ja. Ik vind hem wel leuk. Het patroontje is ook zo leuk. Het is ook weer een beetje tie-dye, hè? Nee, marmer een beetje. Ja, marmer getie-dyed. Ik vind hem wel heel leuk. Ik vind hem ook leuk. Ja. Ga jij weer wat passen? Ja, deze die ging je houden, hè? Ja, deze ga ik houden. Ik weet zeker dat deze van mij is. Oh, dit is eentje met lange mouwen. Oh, echt? Heb ik ook aan. Ja, maar dit is met zo'n mondje. Ja, die vind ik gewoon heel erg leuk. Maar dit is een long sleeve, zoals dat ze dat noemen. Dus ik ga deze passen, want ik vind deze echt leuk. Hij is ook lekker dun. Oh, dit is... Nou, het kan niet. Je kan hem niet, zeg maar... Het is niet... Niet dat je zo omhoog of nee, beneden of zo. Maar goed, ik denk wel dat hij leuk is. Ja, ik heb hem aan. Ja, ik vind hem wel leuk. Kiss, kiss. Ik vind hem echt super leuk. En het is ook weer, het is niet heel dik spul, dus voor als het zo meteen, ik heb het zo snel altijd zo warm. Je hebt het nu al warm. Ja, maar nu is het niet zo gek. Maar weet je, dit is gewoon lekker voor het net zo tussenin, voor als het net niet koud is of en net te warm voor een trui en net te koud voor een t-shirt. Dus gewoon altijd. Nee, ja, voor jou misschien, maar voor mij niet. Ik vind als het heel heet is, dan moet je mij niet te veel kleding aan doen. Ik vind hem echt, echt heel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Check, die wil ik. Oké, dan ik heb nog drie dingen. Ik heb twee broeken en ik heb één trui. Dus als ik dan wil ik denk ik een broek. Ja, en ik heb nog twee truien volgens mij en één shirt. We hebben weer aardig wat besteld. Hopen dat het allemaal de maat is. Want dat is wel altijd een beetje zoeken, hè? Ja, maar ik de maat is. Ik heb hier dan een gatenbroek, want ik... hou van gatenbroeken. Maar volgens mij zitten hier aan de binnenkant... het zijn wel gaten. Maar volgens mij zijn het gevoelde gaten. Dus het is niet zo dat je... Kijk. Ah, wel, toch wel. Oh, ik dacht dat... Oh, laat maar. Ik dacht werkelijk waar dat er een stukje stof nog achter zat. Maar je ziet wel een stukje been. Ja. Dat is niet erg. Maar ik dacht echt dat er een stukje stof achter zat. Nou, ik heb de broek aan. Ik weet niet dat jullie het super... Ik zal hem eventjes... Hij is een beetje groot. Kom maar even hier staan, dan kunnen we het ook zien. Hij is een klein beetje groot, maar dat als ik er gewoon een riem omheen doe, een leuk riem. We hebben even een riem gepakt, even kijken hoe die dan zit. Omdat hij wel los zat van boven. Nog steeds. Ja, hij blijft, ja, hij hè? Blijft een beetje zo. Dus eigenlijk had je deze een maat kleiner moeten... Maar jij gaat nu eerst eventjes... Ja, ik ga er nu eerst even... Ik wil een t-shirt. Even iets met minder, wat minder warm is. Oh. Oké. Okay. Ja, hij is leuk, maar ik voelde eigenlijk het stofje. En ik weet niet of dat dit van het hele zweetspul is. Dus ik ga even kijken. Ik vond hem wel heel erg leuk. Gewoon zwart-wit. Ik hou van zwart.
Hoewel ik ook van kleurtjes hou, maar... Heeft ze bijna nooit aan. Nee, maar zwart, ja, dat weet ik niet. Ik vind zwart altijd wel leuk. Nou, ga ik deze even passen. Ja. Ik heb hem aan. Hij valt erg open. Dus daar zou ik wel wat mee moeten doen. Mag ik heel even in de grote spiegel kijken? Ja, dat mag jij. Ik vind hem te strak, dus dan zou ik hem sowieso eentje groter willen hebben. Of twee misschien wel. Ik hou er niet zo van dat het heel strak zit. En ik weet ook niet of dat ik het stofje zo lekker vind. Oh, ja. Nee. Maar ik vind hem wel gefit. Ja. Ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Twijfelgeval deze. Ik weet het niet. Misschien dat past nooit goed. Nee, ja, dat is het. Hè. Meestal als je twijfelt. En weet je wat het nadeel is? Je hebt het nu al warm, omdat we aan het passen zijn. Ja, en dan zit vaak niks meer lekker. Nee, omdat het dan allemaal te heet is. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Alleen ik denk wel dat ik hier dan een extra knoop op zou zetten. Ja, we hebben genoeg knopen. Is het een beetje open. En dan heb je een beetje te veel inkijk. Ik weet het niet. Ik vind hem wel heel leuk. Nou, ik ga dan nu wel eventjes die andere passen. Ja. Hopen dat die wel lekker zit. Ja, niet dat deze niet lekker zit, maar qua... Minder hier zo zit. Minder flubberig. Dat was van de broek, hè? Dat was van deze. Ja. Dit is wat we houden. Ik moet zeggen, deze keer gaat het wel heel goed, hè, met dingen houden. Nou, deze vind ik ook leuk. Kijk, hier zitten echt heel veel gaten in. Nog meer gaten. Ja, nou, dat vind ik leuk. Ik vind de gaten gewoon leuk. Oeh, hij stinkt wel. Nou ja, alles wat we kopen gaat toch altijd eerst de was in. Ja. Ja. Nou, ik heb nu deze broek aan, maar hij is veel te groot. Maar je ook aan de achterkant zit. Je hebt hier gewoon, zeg maar... Ik heb gewoon een hele holle rug. Nou, nee, ja, die kan gewoon iemand trouwen. Ja, nu kan gewoon iemand bij zo'n... Stim! Ja. Hij is wel leuk, maar we moeten gewoon even kijken. Gewoon een andere maat. Ja. Kleiner. Weet je, ik vind het altijd zo moeilijk. Want dan meet je iets op en dan denk je, nou. Want dan lees je de reviews en dan denk je, nou, ze vallen klein uit. Dus dan doe je iets groter bestellen. En dan zei ze, is het te groot? Is veel te groot. Zo zie je maar. Ik had ook de reviews gelezen. Dus zei ze, ja, het valt echt heel klein. Heel klein. Nou, dan ben ik zeker echt mini. Ja. Maar goed, weet je, als het weer zo snel komt als deze, dan maakt het niet zoveel uit. Nee, dat maakt helemaal niet. Ik ga dan nu wel heel eventjes mijn eigen broek aan doen, want deze zit niet echt geweldig. Nee, doe gewoon je eigen broekje weer aan. Ja. Zal ik eerst even deze laten zien? Ja. Oeh, deze is wel iets dikker. Deze is ook weer leuk. Ja, weer roze. Het is ook zwart of roze. Ja. En ook wit. Hier staat 92, wat staat erop? 92. Peaceful. Nou, weet je, ik ga deze passen. En ik doe mijn eigen kleding. En dan ga je juist. Ja, alleen niet met trui hoor, maar. Je broek. Mijn broek. Oké. Hij zit te strak. Nee, hij zit echt te strak. Ik vind de kleur wel super leuk. Nou. Maar, en hij past ook wel. Maar ik vind hem te strak en ik hou er niet van, dat weet je inmiddels wel. Yep. Dus ik. Ik ga deze terugsturen en een grotere maat bestellen. Oké, gaan we die laatste anders allebei laten zien? Ja, wat had jij nog dan? Ik had een trui. Oké, en ik heb ook nog iets van een... Waar zat deze nou in? Hier. Ik denk dat ze het nu weer kwijt zijn. Maakt niet uit. We gaan gewoon straks nog even uitzoeken. Zoveel werk was het niet. Het was gewoon eventjes de bestelling nakijken. Ik heb een vest. Oeh. En ik heb een heel lang t-shirt. Kijk, dit is een California vest. Oh ja, je had een vest, ja. En hij is leuk, dus die ga ik dan passen. En ik heb hier iets roze. Altijd met het roze. Ja, dus wij gaan ons laatste setje gaan we passen. En dan laten we jullie dat zo zien. Nou, ik heb mijn vest slash hoodie aan. Ja, en ik heb mijn sumo worstelaar pakje aan. Nee, deze voelt echt niet lekker. Kleur vind ik wel leuk, overigens. Misschien inderdaad als die weer wat maatjes groter is, vind ik hem wel leuk. Dus deze gaat terug, maar wel besteld in een grotere maat. En jij? Ik vind deze echt heel leuk. Ja. Het is een vestje, maar je kan hem ook zo dragen zonder iets eronder. En deze is iets langer. Dat heb ik nu. Weer California. Maar ik vind het echt, dit keer was het echt zo snel binden. Dus we vonden het zo... We hadden eigenlijk gewoon alles moeten bestellen, hadden we dat nu al. Ja, echt hè. Ja, maar dat wisten we ook niet. Nee.
Maar ik vind het echt super snel gegaan deze keer. Dus ik hoop ook dat als we dingen terugsturen en dat ze het omruilen naar iets anders, dat we dat ook zo snel terug binnenkrijgen. Dit was onze vlog van de Shein. Oh nee, wacht even. Haha. We hebben nog één dingetje. Wij drinken heel graag cappuccino. Ik niet. Nee, ja, jij niet. Met wij, met wij bedoelt mijn moeder en mijn vader. Niet ik, ik niet. Nee. En dat zagen we, wij zoeken al heel lang, zoeken wij figuurtjes. Oh kijk, daar staat love. Dit kan je dan zeg maar op daar je... Oh ja, op je... koffie. Ja, dat doe je zeg maar op je melk. Kopje, op je kopje. En dan doe je daar met cacaopoeder doe je dat erop. Wat is dit eigenlijk? Weet iemand dat? Kerstballen. Oh, een panda beer. En een hartjes. Ze hebben echt hele leuke dingen. En dus ik heb ook gewoon een normaal blaadje. Nog een hartje. Hartstikke leuk. Kerstboom. I love you. De Sean. Oh, ik ga zo gelijk koffie drinken. En ik heb een koffiekopje. Ja. Nou, ik ga deze uit en dan mijn eigen pakje aandoen. Want dat zit een stuk lekkerder en een stuk luchtiger. Dus leuk dat jullie hebben gekeken naar onze vlog. Ik hoop dat jullie me ook leuk vonden trouwens. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te doen. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijtjes. En vergeet niet naar onze volgende vlog te kijken. Doei!